Haal één onderdeel uit je foto, vind de beste gratis stockbeelden en handige tools voor video's en podcasting. 12 gratis content creatie tools. Eerst de Google Trends Visualizer. Zie in één oogopslag waar mensen nu op zoeken en bekijk dit per land. Zoek je goede gratis stock images, kijk dan even naar Burst, een hele bibliotheek aan beelden. Unsplash is een bibliotheek gemaakt van creators voor creators met meer dan 3 miljoen hoge resolutiefoto's in allerlei categorieën. En zie je iets dat uit de foto moet? Deze handige tool heb ik ook net zelf ontdekt. MagicEraser.io. Highlight iets dat je niet in de foto wilt en voilà, het is weg. Canva kan natuurlijk ook niet ontbreken aan dit lijstje. Een hele fijne tool om allerlei visuals, video's, presentaties en infographics mee te maken. Die script met deze tool edit je enkel met je woorden. De tool luistert naar de woorden in jouw video of audio en je kunt zelf de video of audio bewerken door bepaalde woorden weg te halen of te veranderen. Ook handig voor podcasts. Wil je video of audio simpel bewerken, bijvoorbeeld het beeld flippen of het volume veranderen? 123apps.com heeft handige tools. InShot gaat een stapje verder. Dit is mijn go-to-app voor het maken van social video's. Verander de canvasgrootte, knip, plak, zet tekst en muziek bij je filmpje. Erg handig. Nou, doe je dit liever op een laptop? Check dan CapCut. Dit is een app voor mobiel, maar sinds kort ook een browser-edit-tool. En heel gebruiksvriendelijk. Nog een stapje verder is gratis edit-software DaVinci Resolve, maar voor Edit Pros. En dan nog twee podcast tools. Neem een podcast op met Riverside vanuit je browser, waar elk persoon lokaal wordt opgenomen. Goede audiokwaliteit dus en ook weer een gratis versie. En tot slot is er Anchor. Dit is een tool van Spotify. Gratis hosting en streaming voor jouw podcast naar alle grote podcast apps. En dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd, wat zijn jouw favoriete content creatie tools? Teken een reactie achter en zo kunnen we elkaar een beetje helpen. En heb je een vraag? Stel hem in de reacties. Tot de volgende video.